Oh. Een nieuwe aflevering van Tim Strijnegek. Vandaag gaan we naar het Spoorwegmuseum hier naar Utrecht. Want er is daar een expositie aan de gang met allemaal restauratiebarons. Ben ik achtergekomen op YouTube, op hun YouTube-account. Dus we gaan vandaag naar het Spoorwegmuseum in. Veel kijkplezier. Mensen, vandaag gaan we met de sprinter naar Zutphen, van Zutphen naar Arnhem en van Arnhem naar Utrecht en van Utrecht naar Utrecht-Malibaan. Dus het eerste stukje van Hengelo naar Zutphen, dan gaan we met mijn overtjepka doen, want het is vrijdag, het is door de week, dan is er geen weekend vrij. En toen gaan we met een enkele race verder, eerste klas van Zutphen naar Utrecht Centraal. Het is flirttijd. We gaan zometeen met deze nieuwe NS Flirt mee. Ik heb er nog nooit tegen gezeten, de allereerste keer. Dat gaan we even doen. Tijd voor boarding. Oh. Ik denk dat jullie net die helikopter hebben gezien. Dat was een politiehelikopter. Dus er gebeuren rare dingen hier in Zutphen. Ik denk iets op zoek. Ja, we zitten ook in de achterhoek. Nou, dit is de NS Flirt. Eerste klas race. Ik heb daar even een enkele race voor gekocht. Nou ja. B-ruimte is heel veel. Hele kleine, ja, kleine tafeltjes. Je kunt hier geen laptop op zetten. En er zit een stroom, USB en een elektrische stroom. Dus het is een saaie flirt. De blonde flirt is wel wat luxer uitgevoerd. Over een paar minuten komen we aan in Arnhem. Hier gaan we overstappen op de Intercity richting Den Helder. We zitten met de Intercity naar Schiphol. Die nemen we tot aan Utrecht. Het type is Firm 4. Deze zespak en SLT gaat ons naar het Spoorwegmuseum brengen. Ik heb het Spoorwegmuseum al 3 keer met de trein gedaan. De allereerste keer met een citypanner nog, de gele sprinters nog. De tweede keer met de SGM en de derde keer met een SLT. 6 bakken. Vind ik wel een beetje heel rustig. Maar ja, zitplaats is zitplaats. Volgens mij ben ik de enige reiziger in deze trein. Ik heb een hele lege trein. Doe de deur op slot, alstublieft. De deur is op slot. Nou, dit is wel het toilet van de SLT. Nieuw dingetje. Grote stationsklok. Dus
zo'n rolstoelvriendelijk. Dan ga ik een super burgertje doen. Een beetje zeepje. Water doe ik niet. Oh, wat is dit nou weer? Ja, dat is als een glazen. Nou, super burgertje. Stil is er een. Ik dacht, merk dat ze misschien nog iets 4 of 5 reizigers hadden. Misschien in deze trein. Het is niet denderend. We zitten zo lang in treinen. NS, waarom? We staan hier stil omdat de trein van de ene kant naar de andere kant moet. Het moet weer zo omgezet worden, want we gaan nu het andere spoorlijn op. Dus we moeten even wachten. Nou, over 2 minuten komen we aan op het station Malibaan. Dat is ook het einde punt van deze trein. En nu komt het dus het leukere gedeelte. Want oude treinen, en wat ik in het begin van deze video heb gezegd, en de Rheingold. Ik ga van mijn eerst de levende Rheingold zien. We gaan het zien in de komende paar uur. Nou, eerst komen we aan op station Utrecht Malibaan. Het volgende station is Utrecht Malibaan. Station Utrecht Malibaan. Kijk, een driedubbele vagon. Ja, gaan we ook nog testen vandaag. Als ik tijd heb. Dat hoort hier niet. Dat is een SGM. Daar rijdt nog gewoon nog in dienst. Dat rijdt nog tussen Enschede en Apeldoorn. Nou, we beginnen eerst hier. Voordat we naar binnen in gaan, zit ook wat oud materiaal opgesteld. Nou, we gaan eerst even met de mat 54 beginnen. Dat heeft als goed is vorig weekend nog een conditierit gedaan. Wat ik nog wist. Maar er staan veel spul hier. Meer nieuwe treinen. We beginnen eerst met deze goede vriend. Dit is de mat 54. Het ruikt ook allemaal naar oud. En dan kennen jullie als het goed is dit interieur nog. Dit rode interieur, rode bankjes nog. Dat was de oudere stoptreinmateriaal van Nederland. Voordat de mat 64. En dit was de eerste klas. Kijk, ik kan niet veel verder, want dan val ik denk ik van het perron af. En dit is dan de eerste klas. Zie dat nog met rode bankjes. Nou, hier bij de mat 54 ga ik dit stukje even afsluiten. Ik ga zo even borden, even inchecken. En dan gaan we meer spullen treinen laten zien. Ik zeg tot straks. Dit staat hier bij het museum, maar dit is officieel nog geen museummateriaal. Dit is een SGM sprinter. Die reed namelijk nog in dienst. Rijdt nog tussen, want de sprinter dient tussen Apeldoorn en Almelo Enschede VV. Dus wat de hier doet, dat weet ik niet. Nou, dan gaan we wel naar het museum, Matt. We gaan eerst hier beginnen met deze NS 1204, 2104, sorry. Dat is een stoomlocomotief van de NS. Een NS 2104, dat is een stoomlocomotief. Die komt uit de jaren 1914. De bijnaam is de Blikkeren Tinus van de HSM. Wel leuk om te zien.
kunt hier mooi binnenkijken door de zachte machinist uit. Dit was een Nederlandse locomotief. Nou gaan we hier. Dit is een NS-326. Dat is ook een tender. En die lijkt me een beetje op het Engelse stijl. En dit is een tender uit 1881. De Grote Groene. En daar rijdt een SLT op de achtergrond weg. Zo zag de machinistenkant eruit. Nu komen er wat modernere locomotieven. Want dit is een locomotief uit de serie 1125. En daar een serie van de NS-1312 met een Benelux stuurstandrijtuig. Hier hebben we nog iets leuks. Maar daar pak ik mijn telefoon even. Het is een soort koninklijke trein. Hier komt een losse video, dit komt niet in deze vlog. Kijk, hier staat wat meer bekend materiaal. Dit is een Mat 64, de Mat 64 familie, de PTT Post. En deze ken ik nog van de afscheidsrit van de DDM1 vorig jaar in december. En daarachter staat nog een plan U. Ook uit de Mat 64 sessie. En dit is het station. En de treindienst, de laatste trein, vertrekt om 17:11. En dan gaan we het museum in. Hier staat nog een Mat 24 blokkendoos, de eerste elektrische stoomtrein. De expositie. En de expositie heet Tosti Truffels Treinen. Dit zijn alle deelnemende wagons die er mee zijn. En dit is een onderdeel van NS SpoorRail Bankrail Loterij en A1816 en de Vrienden van het Spoorwegmuseum. Helemaal top. We gaan als eerst beginnen met de plan D. Met deze, de plan D. We zijn weer terug bij mijn oorspronkelijke vlog. Ik hoop dat jullie die kleine filmpjes ga ik op mijn andere YouTube-account uploaden op Tunes Producties. Dus al die rijtuigen wat ik nu net gefilmd heb, komt op Tunes Producties. Dus je bent nu weer op mijn hoofdkanaal, Tunes Treinengek. Nou, dit heb ik allemaal gefilmd van jullie. Binnen moet je even naar Tunes Producties even heen gaan. Daar staan de video's op van dit. Dus een dansrijtuig, twee VSM en dit zijn de Orient Express. En wat is dit dan van ding? Dit is de ZHESM, de Zuid-Hollandse elektrische trammaatschappij. Nou, het lijkt een beetje op blokkendozen. Het interieur is ook niet van de of het. Voor mij moet dit niet zo lekker zitten. Maar dit was dus een tweede klas rijtuig. Een heel donker hol. En dit kennen we ook van vroeger. Dit is de eerste spoorketering. Dus toen die ook de Albert Heijn Toko uitgevonden. Hoe heet dat, die bekertjes van Albert Heijn Toko? Nog gaan we even hier naar beneden. En hier zien we nog de spijzenwagens. Waar we binnen zijn geweest. En zo zag de derde klas eruit. Vroeger. Is het echt een tram. Hier, dit gaan we nu eerst even naartoe. Dit is de railketering. En hier zien we nog dit. Ook van dit geld komt allemaal op mijn tweede kanaal. Op Tins Producties. Niet op Tim Strijnigek. Dus een de railketering. De hebben ze nog wel steeds van NS. Dit is niet echt. Dit is ook niet echt oud of zo. Dit karretje komt voor me wel uit de jaren 80 of 90. Maar zo heb ik ze nu ook nog wel gezien. En dit is de eerste. Een heel flexibele baan. Ik kon dat vaak drie of vier uur 's middags doen, tot 9:30. Hier is de hier had je plek voor de bekertjes. En hier zit geld in. En we lopen toevallig op een goederenwagon. Het is een oud Nederlands rijtuig dit. Dit is een 723. En zo zag de derde klas eruit. Dit is hokjestrein. Wat mooi. Ja.
En hier op de koffer werd ik in de trein gezeten. Dit was een de SG en de City Pendel. Waar ik voor de eerste keer in ben geweest toen ik hierheen ging. In 2004. We gaan nu in het koekblik. Ja, dit is reizen. Hokjestrein, dat vind ik altijd leuk. Maar dit is niet zomaar een hokjestrein. Oké, maar naar deze kun je hem zien. Nou, dit is hout, dus dat zit niet. Dus mensen die klagen om de SRG, moet je hier maar in zitten. Ja, dus hier kunnen meer mensen in zitten, dus over de hele coupé. En dit reed vroeger, ik denk, ja, wat zou het zijn, hier, eindjaren rond de 1890 en 1830, ja, ik weet niet, ongeveer rond de 90, dus voor de oorlog. En toen hadden ze zelfs, ja, een mannen- en een vrouwencoupé. Nou moet ik wel heel terug in de tijd, want dat is nu niet meer. Dus dit was nog in de tijd tussen, van, en hier was ook al verboden te roken, dus het was wel in de tijd dat er, en dit is een 10 personen coupé, dus toevallig een Nederlands rijtuig waarin zit nou. Hokjestrein. En hier kun je dat ook nog een keer zien. Nee, ik kwam een beetje op wat er in Zwitserland reed, dat de Schalke Platterbaan. Het is een oud-Belgisch lel, dit. Dit is de 1501. Die wordt gemaakt in, dus een type Diana. Diana-trein. En nog een oude flappen zit hier. Hier. En dit is een Nederlands, een OVM Belgisch restauratiebegon. Gaan we zo even in. Tenminste, daar ga ik nu al even in. Dus pak even mijn andere. Oh, mag ik meteen naar binnen. Ik kom meteen filmen met deze. Komt er vooral een aparte video op. Dus ik doe. Zo, we gaan naar binnen. En ja, dit ken ik ook wel een beetje. Easy Berlijn stijl, die deuren. Het is een Belgisch lul, dit. En de Belgen hebben mij wel verrast met dit interieur. Het ziet er heel mooi uit, met placematjes. Een brede stoelopgang. En dit zou denk ik op de slaaptreinen zitten. Ik denk dat dit, ja, schat ik, zou er zijn, ja, eind jaren 90, begin 2000. Dus, en een joets van een keuken. En er ziet er ook alweer iets luxer uit. Dus ik denk dat dit helemaal niet zo oud is. Dus ik denk dat dit 2000, ja, wat zou het zijn? 2004? En dit is de tentoonstelling Tossies Truffelstreinen. En het is tot en met 15 november nog. Dus je kunt alle rust nog een tijdje kijken in deze trein. Voordat het weer weggaat. En treinen weer naar de TE naar DB Loetsen heen gaat. En een koelkast. Dus dit is al weer wat luxere. En daar staat nog een plan D-rijtuig. En we gaan deze luxere, ja, beetje, deze mooie rijtuig verlaten. Dit is de NS-1201. En dan kon je hier aan de voorkant weer zien. Zo, dit was het aflevering van het Spoorwegmuseum deel 1. Hierna komt deel 2 van het Spoorwegmuseum. Dus ik zeg, kijk verder nog. Dan druk je onder mij even op abonneren en zet je het belletje aan en dan krijg je zelf bericht over of er nog meer video's van mij opkomt of van Spoorwegmuseum of meer. Ik zeg veel, zeg tot de volgende keer en misschien weer meer in de nieuwe deel. Ik zeg tot ziens.